Roelof, Winnie, Rianne, Jitske, Jan, Arte Kingsma, Tristan en Louise de Jong, Klaas en Sanne. Heel veel naambordjes. Je denkt, waar staat Jeroen nu voor de voordeur? Nee, ik sta nergens voor de voordeur. Ik sta bij de schoen- en sleutelreparateur van de Vlist. En dan verkopen ze ook deze leuke bordjes. En ik ga binnen kijken of ik iemand blij kan maken. Er staat een meneer. Goedemiddag meneer, niet schrikken hoor. Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben Dirus, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben van het winkelcentrum, winkelcentrum Etteleur. En u heeft iets te laten repareren? Ik ben kind aan huis hier zo. Dus. U bent kind aan huis hier, dat is mooi. Dat is mooi. Hij komt alleen buurt even? Ja, altijd een beetje. Oh, hey, maar als u hier kind aan huis bent, koopt u hier ook wel eens wat? Of dat niet? Schoenen repareren. En heeft u goede zaak. En heeft u ook schoensmeer voor uw schoenen? Uiteraard. Uiteraard. Ook hier vandaan? Alles hier vandaan. Hey, als je nou zo'n buurter, zullen we maar even noemen, vaste klant. Wat denk je nou waar we hem heel blij mee kunnen maken? Ik denk dat hij, omdat hij aangepaste schoenen draagt, dat ik hem denk ik wel heel blij zou kunnen maken met een paar schoenspanners, denk ik. Een paar goede schoenspanners. Een paar goede schoenspanners. En waar hangen die? En wat kosten die? Die kosten €34,95. Vind ik goed. Ja. Ja, die ga je gewoon krijgen. We gaan even kijken. Je krijgt schoenspanners. Maar welke kant gaan we op? Die ga ik hier pakken. Oh. Ik weet alleen zijn maat niet, dus dan moet hij even een keer voor terugkomen dat ik even in zijn schoenen aanpas. Ja. Dan doen we dat gewoon zo. Ja, daarom. Dus je moet nog een keer terugkomen. Je buurt hier toch heel vaak. Zo best, meneer. Ja. Dan ga ik nu verder. Maar dit even kijken. Een paar hele goede schoenspanners. Kijk, dat is mooi. Dan ga ik ze vast afrekenen. Ja. Dat is echt, ja, dat zijn mooie houten schoenspanners. U krijgt die gewoon cadeau. Ook namens deze leuke ondernemer. Dat is prettig om te horen. Ja, dat is toch mooi, toch? Dank aan vaart. Nou, dat is fijn om te horen in dank aan vaart. Dan ga ik met de pinpas. Het groene vinkje, dat betekent dat ik akkoord ben. Neem ik alleen het bonnetje mee, vindt u dat goed? Ja hoor. Dat is voor de administratie, anders krijg ik... Ja, en de kassabon ook alsjeblieft. Alsjeblieft. Kijk eens, nou, dank u wel. Kijk, dit zijn ze. Willen we even goed van dichtbij even voelen hoe ze voelen? Ja, goed hè? Ik zal ze in dank aanvaarden. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, veel plezier mee. En misschien komt er nog een cadeautje van de Sint. Je weet het maar nooit, hè? Ja, oké, okay. Hey, tot ziens.